Een stad waar alleen maar senioren wonen. Een projectgroep ontwikkelt nu het Eigenwijze Dorp. En misschien wordt het wel gebouwd in Overijssel. Bijvoorbeeld in Almelo. Een groep Turkse senioren ziet liever eerder vandaag dan morgen een seniorendorp verrijzen, waar iedereen elkaar kent en helpt. In de parkachtige omgeving van Woudenberg bedacht oud-Enschedeer Alex Sievers het plan. Er moet een nieuwe stad komen waar actieve senioren in aantrekkelijke huizen wonen. Wat is het idee achter Seniorenstad? Seniorenstad is een oorspronkelijk nieuw woonmilieu dat wij graag zouden willen ontwikkelen. Omdat we zien dat met de groei van het aantal senioren in Nederland, nu hebben 4 miljoen 55-plussers en straks 6 miljoen, er andere keuzes zullen ontstaan. Mensen zullen niet alleen maar tevreden zijn met het aanbod aan seniorenwoningen of voor senioren aan de geschikte woningen zoals we het nu hebben. Mensen zoeken meer een aantrekkelijke woning en wij denken dat in Seniorenstad kunnen bieden. Hoe ziet het er dan uit? Wat zie ik dan? Het is een groen woonmilieu. Ik vind het heel belangrijk dat er heel veel groen aanwezig is, ook veel water. Er zullen ook heel veel grondgebonden woningen staan. Dus waar nu, wanneer we het over senioren hebben, vaak wordt gedacht van die senioren die willen allemaal wel in een appartement boven een winkelcomplex wonen. Wij bieden veel meer grondgebonden woningen aan, met wel relatief kleine tuinen, maar wel heel veel groen om je heen. Groen dat dus als jouw groen voelt, omdat je in een eigenzinnig dorp woont, in een seniorenstad, dat ook als jouw dorp voelt, omdat je je samen verbonden voelt met elkaar, maar ook verbonden voelt met de ruimtelijke omgeving. Dus veel grondgebonden woningen, veel verschillende sferen. Er zullen wat goedkopere woningen tussen zitten, er zullen wat duurdere woningen tussen zitten. Wij gaan uit van een programma dat zich richt op 30% goedkoper, 40% middelduur en 30% duur. Bovendien in de mix van huur en koop. Voor elk wat wils, omdat we denken ook dat die senior toch wel verschilt. En zit er ook sociale woningbouw tussen? Ik zei al, 30% is in de goedkopere sfeer. De helft van die 30% zien wij ook zeg maar, in de sociale sfeer. Hoezo voelen mensen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben zich met elkaar verbonden? Dat doen we al sinds onze geboorte. Sinds onze geboorte brengen wij grote delen van het leven door met mensen die net iets jonger en net iets ouder zijn dan wij zelf. Wij delen ook heel veel achtergronden. Onze geschiedenis is ook dezelfde. Dat wil niet zeggen dat we niet met andere mensen, ouder of jonger, dingen willen doen. Maar het rare is dat, hè, als ik u vraag van met wie brengt u uw vrije zaterdagavond door, niet zijn de familieleden, zijn het over het algemeen mensen die een min of meer gelijke leeftijd als we hebben. Leeftijdsgebonden wonen dus. Hoe kijkt de socioloog daar tegenaan? Het is al heel gauw zo natuurlijk dat er dan een stel mensen van eenzelfde soort bij elkaar gaan zitten. En dat het iets van ghetto-achtig iets kan krijgen. Dat is nog tot daar aan toe. Maar bovendien levert het een duidelijke leeftijdsscheiding op. Daar zitten alleen oude mensen en daarbuiten zitten de jongeren. En nu is er toch al sprake van generatietegenstellingen. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest, maar de laatste tijd hoor je dat in de publiciteit ook aanwakker. Onder andere omdat er kostenkwesties in het geding zijn van die ouderen die nemen toe en moeten betaald worden, de vergrijzing. En dat levert een zekere spanning op tussen die generaties en je moet je afvragen of dat door zo'n beeld van een seniorenstad niet wordt verscherpt. En het is bekend dat ouderen ook heel veel met elkaar omgaan en daar veel steun onder vinden. Dat is veel onderzoek gebleken. Behalve dat ze ook steun van hun kinderen krijgen, maar vooral dus van elkaar. Partners in de eerste plaats, maar ook buren enzovoort. Dus dat is de positieve kant van de zaak. Wat voor voorzieningen zouden er moeten komen? Wat we belangrijk vinden, en ook dat hebben we getoetst bij mensen, zijn voorzieningen die zich vooral richten op recreatie, sport, spel. En een zwembad, tennisbanen, fitness, sauna, solarium. Maar ook een plek waar bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd in zo'n stad. Dus een dienstencentrum. Uiteraard is er veel groen aanwezig. Er zal wat horeca zijn, een restaurant, een krantcafé. Maar ook ruimte om te wandelen en om te fietsen en om watersporten te doen. Veel verschillende voorzieningen. Hoe hou je dat betaalbaar? Wij houden het betaalbaar op een aantal redenen. Wij vragen van elke bewoner die in seniorenstad komt wonen een bedrag lager dan 50 euro in de maand. Voor dat bedrag kunnen we al die voorzieningen realiseren. En dat bedrag, dat klinkt hoog, maar het is in mijn optiek op het niveau waarop je in een stad of waarvoor je in een stad als Enschede een keer een maand lang kunt fitnessen. En bij ons kun je dus fitnessen en zwemmen en
Dus een relatief, en dat heeft ermee te maken omdat je toch met relatief veel mensen bij elkaar woont die allemaal de mogelijkheid biedt om dit soort voorzieningen te kunnen benutten. Wanneer we het hebben over seniorenstad, denken wij aan een woonmilieu dat zo'n 2000 tot 4000 woningen zou kunnen omvatten. En dat aan de rand van de stad kan liggen, maar tegelijkertijd het zou ook midden in de stad kunnen liggen. Het zal altijd zo zijn dat dat natuurlijk toch meestal voor de meer bemiddelde mensen is. En dat is natuurlijk wel het punt. En dat zit in de beeldvorming hartstikke verkeerd. We hebben heel veel mensen, heel veel ouderen, die maar heel weinig te verteren hebben. Waarom denkt u dat seniorenstad alleen is weggelegd voor de wat beter gestelden? Nou, ik denk in eerste plaats, dat hebben we ook al genoemd, van dat dus dat de mensen zijn die het toch wel kunnen betalen. Want zoiets kan bijna niet anders of dat moet iets kosten. Al was het alleen maar door de locatie en de voorzieningen. En dat kunnen dus lagere inkomens waarschijnlijk niet opbrengen. Maar er is ook een andere reden van, als daar nou, en dat, sowieso is het natuurlijk zo dat er toch nogal wat mensen met betere inkomens gaan zitten, is dat dan geen drempel voor het feit dat er ook lagere inkomens binnenkomen? Want mensen uit sociale lagen die kijken daar dan toch soms tegen op en überhaupt, de vraag is of dat met elkaar een beetje harmonieert. Dus hoe erg dat ook eigenlijk is, maar het is nu helemaal zo dat er altijd nog dat soort verschillen zijn in deze samenleving. Dan soort zoek soort. Het is weggelegd voor iedereen. Ik gaf aan, wij hebben een woningprogramma dat 30% goedkoop is, 40% middelduur en 30% duur. We denken daarmee een gemiddelde Nederlandse senior te kunnen bereiken. Eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met, we zitten tussen de doelgroep in die naar Spanje gaat en de doelgroep die van april tot en met oktober op een staakcaravan of in een staakcaravan op een camping bivakkeert. Die camping is voor heel veel mensen toch net te weinig comfortabel. Spanje is al wel heel ver van je sociale netwerk. Die hele grote groep zit er een beetje tussenin. En de weduwe die alleen moet rondkomen van een AOW'tje of een pensioentje? 15% van ons programma gaat uit van sociale woningbouw. Dus zelfs die weduwe zou daar nog een plek kunnen krijgen. Het idee voor een seniorendorp is omarmd door een groep Turkse ouderen in Almelo. Zij zien een eigen seniorendorp wel zitten. Een locatie hebben ze ook al op het oog, de wijk Kerkenlanden. Ja, dat is het idee van de ouderen. Ja, volgens mijn inventarisatie van de ouderen bij de bijeenkomsten heb ik geïnventariseerd. De ouderen willen graag dichter bij het centrum wonen. Net als Kerkenlanden is een idee. De ouderen waar u het over heeft, die kunnen toch ook in Hoogschuilenburg wonen? Ja, Hoogschuilenburg heeft alleen maar aanleunwoningen. Dat is bedachte project. Seniorendorp Almelo is een heel ander verhaal. De mensen kunnen met elkaar wonen, met elkaar thuis voelen, kunnen ze samen ondersteunen elkaar en ook openbaar zijn tegen de andere etniciteiten. Elke etniciteit mag bijbetrekken. Of als autochtonen mogen ze ook bijbetrekken. Niet specifiek voor een doelgroep, maar in het algemeen kunnen ze zich thuis voelen. Bayram Arslan is van de eerste generatie Turken die naar Almelo kwam. Door het harde werken in de fabriek is zijn gezondheid slecht. De kinderen zijn de deur uit en eenzaamheid ligt op de loer. Zou u hier nog lang in dit huis kunnen blijven wonen? Ja, ik wil graag in deze huisbeleving wonen. Maar steeds wij oud worden en huisonderhoud wordt moeilijk. En langzamerhand huizen ook heel duur. Daarom misschien wij bijvoorbeeld een groepswoning gaan wonen. Dat ziet u wel voor u, wonen in een groepswoning? Ja, ik denk als een groepswoning laten bouwen, bijvoorbeeld wij hebben een project Seniorendorp. Als deze project realiseren, ik denk zal heel goed worden. Want wij zijn steeds eenzaamheid. Jongeren komt niet veel bij ons, niet veel contact nemen met ons. Dus wij willen graag onze leeftijd samen aan elkaar, bij elkaar wonen. Waarom is een gewoon verzorgingstehuis niet zo geschikt voor de groep waar u het over heeft?
Waarom is verzorging niet geschikt? Omdat de ouderen kunnen niet echt Nederlandse taal beheersen, ten eerste. En ten tweede, culturele achtergrond en religieuze aspect ook belangrijk. Om kunnen ze met elkaar samen zijn, samen bidden, samen praten, samen ondersteunen. Dat is drie elementen zijn heel belangrijk om soortgelijk woongroep of soortgelijk seniorendorp te realiseren. Dat is de belangrijkste redenen. Bent u niet bang dat het een soort van ghetto wordt? Daarom proberen we alleen maar niet specifiek Turkse ouderen. Ook alle ouderen zijn terecht kunnen komen. Altijd in steden, ook Nederlanders, ook autochtone ouderen. Daarom proberen we niet alleen maar Turkse dorp noemen, maar seniorendorp. In het algemeen gevoel, algemeen naam kunnen we noemen. Dat is redenen. Wij willen eigenlijk integreren aan deze maatschappij. Wij willen niet apart zijn. Wij willen samen met autochtonen. Maar soms deze heel moeilijk. Nederlanders of anderen. Wij willen graag met hun samen praten, samen koffie drinken. Wij willen graag deze. Want wij leven in deze maatschappij. En wij beleven ook hier. Kan niet terug naar eigen land. Waarom is het zo belangrijk dat ze als groep bij elkaar gaan wonen dan? Ja, dat zijn hun behoeften. Wij proberen hun behoeften om te waarmaken. Dat is onze standpunt. Ja, maar waarom? Ja, waarom ze hebben, als groep? Ze hebben een gevoel van gezamenlijk zijn. Gezamenlijk ondersteunen. Net als heb ik gezegd. Ja, daarom willen ze zo'n aparte seniorendorp te realiseren. Dat is behoefte van hen. Deze tijd tegenwoordig. Alle kinderen, alle jongeren heeft eigen leven. Hun wil graag misschien aan ons helpen, maar kan niet. Want bijvoorbeeld mijn twee kinderen, zonen, woont in Rotterdam. Als ik iets gebeurt hier, hij kan niet komen. Hij moet eerst de baas vragen, vrij nemen. Een heel lange afstand. Dus daarom... Ik wacht niet veel van mijn kinderen. Dus moeten wij zelf toekomst opbouwen. En wanneer denkt u dat de eerste paal de grond in kan? Ja, hopelijk over een jaar. Maar wij zijn ook de eerste stap. Wij kunnen zomaar opschieten om stap verder. Waarom? Ja, over 15 jaar, uiterlijk 20 jaar, zijn er geen allochtone ouderen meer. Daarom moeten we opschieten. Daarom moeten we niet blijven wachten. Eigen initiatief moeten we doorgaan. Dat is heel belangrijk om opschieten. Hoe zou dan voor u uw eigen huis achter uw eigen voordeur eruit moeten zien? Ik wil graag een gezellig woonruimte. En een beetje groot keuken. En twee slaapkamers. Genoeg voor mij. En heel belangrijk is ontmoetingscentrum. Want wij willen daar niet alleen blijven. Wij willen graag met anderen. Hele maatschappij mag daar komen, koffie drinken, boodschappen. Wij willen graag zo een iets. Mijn dromen zo.